dan rest er mij niets anders om inderdaad in diezelfde taal weer door te gaan naar iemand die onder andere een expert is op het gebied van blended learning, maar een hoop andere dingen doet. En dat is Nienke Bos. Ja. Joepie, ik ben niet gevallen. Hoe gaat het? Ja, dankjewel. Ja, goed, dankjewel. Zullen we lekker plaatsnemen? Ja. Leg lekker water voor je. Hé. Heb je een goede dag gehad vandaag? Jazeker. Ja. Ik ben pas net binnen hoor. Dus, Ja, wat heb je allemaal gedaan vandaag? Je hebt waarschijnlijk online meegekeken en zo nou, tegelijkertijd. En... Via Twitter heb ik het een en ander gevolgd. Opa, dus het heeft nut, hè? Ik weet niet voor de mensen. Ik heb gebruik een aantal mensen. De hashtags zeker. Dus, hashtag OWD21 voor de mensen die het al gedaan hebben. Ik heb ze gezien. Lekker tijdens het plenaire gedeelte ook lekker op je telefoon. Doe dat in dit geval alsjeblieft. Zoveel mogelijk over praten zodat we impact kunnen uitoefenen. Daar gaat het mij vooral om. Nienke, jij doet een hoop, hè? Je doet een hoop. Ik doe heel veel. Ja. En wat doe je zo al? Want je bent nu vooral actief binnen in Holland. Wat is je functie en wat doe je daarna eigenlijk allemaal voor mooie dingen? Ja, ik ben lector bij in Holland op het gebied van teaching, learning en technology. En dat houdt in dat je praktijkgericht onderzoek doet. Dus dat is echt onderzoek die met en samen met de praktijk, zodat je echt impact op die praktijk hebt. Dus dat is wel heel anders dan fundamenteel onderzoek hè, bij een universiteit, waar je voornamelijk wordt gestuurd op het maken van output, artikeltjes schrijven. Maar wij willen voornamelijk echt die onderwijspraktijk verder helpen in het onderwijs. En hoe probeer je dat te doen? Hoe zorg je ervoor dat die praktijk ook echt bij jou in dat, even in mijn woorden, research lab met al die onderzoekers terechtkomt? Ja, gesprekken aangaan, hè, vragen ophalen. Waar lopen jullie nu tegenaan? Hoe kunnen jullie verder helpen? Luisteren, dingen signaleren. Ook weer met het CVB praten, hè, die vaak weer op een heel ander niveau zit. En dan probeer je op die manier die werelden een beetje bij elkaar te brengen. Dat is inderdaad wat Barend net ook al zei. Zorgen dat we gemeenschappelijke taal in ieder geval spreken. Zodat we ook met z'n allen vanuit die taal weer verder kunnen. Ja, en nu weet ik dat de huidige voorzitter van het college van bestuur niet Jette Ranits is, maar dat was ze wel. Heb je een beetje een leuke voorzitter waar je mee kunt praten of een leuk bestuur? Nou, op het moment dat ik bij in Holland kwam, wist zij niet hoe snel ze weg moest zijn. Dus ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Ze is hier volgens mij nog ergens, dus ik hoop dat... Dat ze daar zo meteen nog even antwoord op kan geven. Want je hebt vandaag je zweep meegenomen, zag ik. Dus, jij hebt een quote en dat was coronatijd was een EHBO-periode. Ja. Wat bedoelde je daarmee? Nou, het is bijna weer 2 jaar geleden. Hoe bizar hè, dat we al zo lang in deze situatie zitten. En dat was natuurlijk eigenlijk op de een of andere dag die totale lockdown. En dat onderwijs... ineens online moest. Hè, sommige mensen hadden dat wel zien aankomen, maar heel veel mensen gewoon niet. Wat er toen moest gebeuren is dat op de een of andere dag alles online moest. Dus wat krijg je dan? Hè? De situatie zoals die was, wordt in een online omgeving gezet. En dat is echt roeien met de riemen die je hebt. Vaak was de technologie ook nog niet goed op orde. Hè? Teams haperden, mensen gingen in Zoom aan de slag. Dus dat was echt ja, pionieren. Kijken hoe ver je komt om toch dat onderwijs maar door te laten gaan. Hè? Dat was toen de voornaamste doelstelling daarvan. Hebben we toen gedacht over, is dit de kwaliteit die we willen? Nou, dat was toen helemaal niets om vragen. Het was puur, we moeten door. En daarin zijn we wonderwel echt heel goed geslaagd, vind ik. Hè? Want het vraagt ook nogal wat van docenten, die ineens ook sommigen helemaal niet zo technologievaardig zijn, die toch ineens die maandag en die dinsdag wel weer achter de knoppen zaten om hun onderwijs te geven. Dus ik vind dat echt heel knap. En ik heb hier vandaag een aantal mensen, onder andere van Surf, maar ook heel veel andere organisaties, die liepen een beetje zo de ruimte, eigenlijk met... I told you so, een beetje in hun achterhoofd van, nou wij zijn al heel lang bezig met die transitie en volgens mij zijn jullie dat allemaal wel. Maar dat is een beetje het gevoel van, we riepen het al een poosje. Was dat bij jou ook zo? Ben je al heel lang bewust van het feit dat we moeten iets met dat onderwijssysteem en de manier hoe wij lesgeven? Hoe lang denk je dit al? Nou, ik vind hem dan weer gevaarlijk wat je nu doet. Dat je helemaal vreemd vanuit het online onderwijs wat we gehad hebben. Hè, om dan te zeggen, vanuit daar moeten we dan verder gaan ontwikkelen. Dat vind jij niet per se? Dat vind ik helemaal niet. Nee, absoluut niet. Want wat er gebeurde vanuit de doelstelling van het corona-onderwijs, laat ik het maar even zo noemen, het online onderwijs, was natuurlijk puur de doelstelling, het onderwijs moet doorgang vinden. Hè, dus er is de campussituatie is eigenlijk geknipt en geplakt naar een online omgeving. Mm. Als we zeggen, we willen nu doorontwikkelen, want die technologie speelt een hele belangrijke rol, zou dat moeten zijn. Met welke reden dan ook, hè, daar kan ik straks nog wel even op terugkomen. Moet je redeneren van hele andere doelstellingen.
En dan krijg je dus vervolgens ook eigenlijk een heel ander onderwijsontwerp. Dus het gevaar wat nu bestaat is dat mensen zeggen, we pakken de situatie die we nu al hebben gemaakt met corona en daar borduren we een beetje op verder. Dus dat is eigenlijk al de verkeerde basis waarop je dan je ontwerp verder gaat aanpassen. Omdat de technologie dan ondergeschikt is aan wat je eigenlijk zou willen doen? Dat altijd, sowieso. Wat ik zei met corona-onderwijs was natuurlijk technologie de drager. Daardoor konden we door. Maar als je nu kijkt van, we willen iets met blended learning, dan denk ik al, waarom zou je dat als doel willen hebben? Maar wat zou je daarmee willen bereiken? Wil je bijvoorbeeld het campusonderwijs intensiveren? Wil je studenten actiever met de lesstof laten omgaan? Of wil je juist flexibiliseren, differentiëren, authenticeren? Er zijn heel veel mogelijkheden waarop je technologie kan inzetten. En elk van die doelstellingen, die subdoelstellingen die ik nu noemde, heeft ontwerpgevolgen voor zich met zich mee. Ja, en ik sprak iemand vandaag ook in de ruimte. Ik liep tegen iemand die zelf ook les geeft. En die zei ook, nou ja, natuurlijk moet het ondergeschikt zijn. Maar tegelijkertijd kampen we ook gewoon al met hele serieuze problemen. Nu nog steeds problemen die voor de coronacrisis er eigenlijk ook waren. Bijvoorbeeld het lerarentekort. Als we misschien wat steviger online les kunnen geven, kunnen we in één keer misschien een hele grote doelgroep bereiken. Heb je niet ook te maken met, ja, maar we moeten ook gewoon door. We moeten ook gewoon door. Toch als jij zegt, we moeten dan misschien wel schaalgroter gaan denken, dan denk ik aan Teliak. Ik denk dat was in de jaren 80. En toen dat dan kwam en de televisie kwam, dat zou het onderwijs ook grandioos veranderen. Want dan hoeft hij ook al niet meer naar de instelling of de radio. Dat zou hetzelfde revolutionaire gevolg hebben. En dan krijg je toch weer heel erg dat zendmodel, waarbij dan de student of de leerling de passieve consument is van die informatie. En ik denk dat we daar nu juist van af moeten. Dat we die student veel meer in de lead zetten en veel meer kunnen aanzetten tot veel meer activerend leren daarin. Ja, en dat probeer je met blended learning. Voor mij even, ik ben natuurlijk uiteraard een beetje de advocaat van de duivel aan het spelen. Even als leek voor mij, blended learning, wat is dat nou? Want Barend Last zei het al, we kunnen soms dingen zeggen en andere dingen bedoelen. Ja, klopt. Inderdaad, jammer dat Barend weer is gaan zitten, want die kan je al dit als geen ander. Waar is die? Als zij geen ander uitleggen. Ja, okay. We komen misschien nog bij je. Met blended learning, dus ga maar googlen. Er zijn ontzettend veel definities van. En dat zijn mensen die zelfs het typeren in het aantal procent wat een onderwijs dan wel of niet online zou moeten zijn. Tot de hele ruime definitie als een variatie van werkvormen met of zonder technologie. En eigenlijk alles daartussenin. Ik vind het eigenlijk niet zo heel erg belangrijk, die definitie. Wat ik wel belangrijk vind, is dat er een zinvolle combinatie wordt gemaakt tussen de online en de offline activiteit. En daar zie je nog wel eens dat het wat misgaat. Dat we heel erg focussen op de technologie. Heel goed bepalen wat we dan allemaal digitaal gaan doen. Mooie kennisclipjes maken, mooie formatieve toetsen. Maar het toch slecht weten te verbinden aan het feit, als we elkaar dan echt zien, wat we dan al gaan doen. Want je hebt je al voorbereid, je hebt dat kennisclipje al bekeken. Dus dan hoef ik je niet nog eens een keer te vertellen dat je vijf vingers aan een hand hebt, als je dat thuis al bestudeerd hebt. Ja. Dus die zinvolle combinatie, daarin zit er voor mij wel de crux. Ja. En volgens jou hoor ik jou dus daarin ook zeggen, nou, het is dus eigenlijk een soort reis die we met elkaar hebben. Een ander soort onderwijs, een nieuw ontwerp, het ontwerp van de toekomst. Heb ik je ook horen zeggen in een vorig gesprek. Waarom is het wat jou betreft een reis over nieuwe paden? En als ik daarbij mag vragen, omdat we toch in deze context zijn, welke rol speelt ICT dan toch wel in? Want voelde ik ook een klein beetje kriebels bij het feit dat ik zei, misschien moeten we heel veel online gaan lesgeven? Ja, kreeg ik wat toch kreeg ik kriebels. Oké, ik heb het goed aangevoeld. Goed aangevoeld in ieder geval. Waarom is het dan toch nog een reis over nieuwe paden? En in welke rol speelt volgens jou als lector, welke rol speelt ICT daarin? Ja, kijk, als lector ben je ineens alwetend, dus dat vind ik wel heel fijn dat gebeurd is. Ik denk dat we twee reizen met elkaar moeten maken. En de ene gaat naar de bestemming waar we nou al onderweg zijn. En dat is de korte termijn reis en dat is de blended learning reis. Je ziet nu eigenlijk dat mensen zich nu heel erg richten op dat blended learning. Van nou, hoe komen we daar dan dat het wat meer schaalgrootte krijgt ook. Want ik werk zelf al heel lang in de onderwijstechnologie, zoals het zo mooi heet. En
je ziet al jaren dit soort projecten, hè? Pioniers, docenten, grassroots, dat soort achtige initiatieven. Maar je ziet eigenlijk nooit echt die opschaling. Hè? Het blijft bij goede intenties van docenten eigenlijk. Mm. Dus wat je nou ziet is dat we eigenlijk veel meer moeten naar een gemeenschappelijke transitie daarin. En dat het voorbij gaat aan goede bedoelingen van docenten. En dat komt echt... dat je ook het management ermee moet nemen, het college van bestuur. Die moet ook echt de meerwaarde kunnen erkennen en herkennen die blended learning kan hebben. Nou, dan is jouw logische tweede vraag, waarom hebben ze dat dan nog niet? Waarom hebben ze dat dan nog niet? Nou, wat fijn dat je dat vraagt, Karin. Lekker. Dat komt eigenlijk, en dat heeft ook weer te maken met die definitiekwestie, hè, van wat is blended learning nou eigenlijk? En eigenlijk is blended learning niks, want het is juist zoveel. Hè. Je kunt... Dus daarom blijkt uit onderzoek, kun je ook niet zeggen, nou het heeft een significant effect. Dus als ik aan mijn leidinggevende moet gaan uitleggen, heeft het effect, moet ik hem het antwoord schuldig blijven. Mm. Nou dan is het logisch dat hij niet gaat investeren in professionalisering van docenten. Want hij denkt, ja wat levert het mij op. En vervolgens zie je bijvoorbeeld ook dat dan heel veel wordt gewerkt met best practices. Nou daar ben ik helemaal allergisch voor. Waarom? Waarom? Nou omdat best practices vaak helemaal geen best practice is. Als ik dan vraag wat zijn de criteria waarop dit een best practice bestempeld is, blijft het antwoord vaak schuldig. En dan gaat het vast vaak over, ja het is een nieuwe practice, het is een different practice. Maar het is niet zozeer een best practice. Mm. Hè? Dus dan gaat het heel vaak over dat soort concepten. Of het wordt vaak ook wel misbruikt om persoonlijke stokpaardjes, hè, over de bühne te brengen. Mm. Dus ik ben altijd heel voorzichtig met het gebruik van de term best practice. Vooral omdat die context van die onderwijssetting zo belangrijk is. Hè? Maar zeg je daar eigenlijk ook mee, Nienke, dat de mensen die hier vandaag het woord best practice waarschijnlijk heel veel gebruikt hebben. Het is een woord dat ik ook overigens niet heel veel, maar ook wel gebruik. Dat ik denk, nou ja, maar wacht even. Ik heb wel degelijk best practices gezien waarbij ik denk, hey, dit zou eigenlijk wel in misschien een iets andere context bij ons op school kunnen passen. Bedoel je daarmee, even met alle respect, sorry voor mijn woorden, bullshit? Of zeg je daarmee, nou het kan eigenlijk wel? Het kan, maar wat je vaak ziet bij die best practices, hè, dat ze dan zeggen, oh dat is mooi, dat willen wij ook, knip, plak, bam. Ah, en wat er dan gebeurt... Het kan nooit één op één overgenomen worden. Eigenlijk niet, want wat je ook mist, hè, zo'n best practice is ook ontstaan vaak in gemeenschappelijkheid van docenten die met z'n allen hebben gesproken over wat hè, het ontwerp hebben vastgesteld en daar ook een soort shared mental models samen hebben ontwikkeld over bepaalde concepten. En vervolgens, als je dat dan met jouw docententeam maar gewoon gaat overnemen, want ja, ze doen het op die andere school ook zo en dat vinden wij heel erg leuk, ja, dan mis je toch een bepaalde aanloopstadia waardoor je het ontwerp ook niet echt in de vingers hebt. Hè? Je hebt het niet doorleefd. Dus op het moment dat je dan dingetjes wil gaan aanpassen, ja, dan kan het als een kaartenhuis in elkaar storten. En ik zie, dat zien de mensen zelfs achterin ongetwijfeld, het vuur in je ogen als je over het onderwerp praat. Hè? Het eerste wat er mij naar voren komt is, wat is nou jouw persoonlijke drive om dit zo stevig te agenderen? En je durft ook best een redelijk impopulaire beslissing of een mening te hebben. En dat is eigenlijk in deze tijd waarin eigenlijk iedereen heel sexy is om te zeggen, we moeten online, durf je eigenlijk te zeggen, nou, dat krijgt er eigenlijk wel een beetje kriebels van. Ja. Wat is je persoonlijke drive? Mijn persoonlijke drive, ik wil gewoon graag goed onderwijs. Goed onderwijs, dat is in interactie met elkaar. Dat is interactie met de docent, dat is interactie met de content en ook met studenten onderling. Ik heb zelf het onderwijs altijd, zeker op de middelbare school, vreselijk gevonden. Omdat je alles moet en je moest allemaal hetzelfde. En het was vooral niet vragen en maar gewoon doen. Ik was ook niet een hele succesvolle middelbare schoolstudent. Ik heb ook 8 jaar over de HAVO gedaan bijvoorbeeld. Dat vind ik ook alweer een prestatie op zich. Vooral omdat ik heel veel dingen moest. Hè. Er was geen keuzevrijheid. Alles moest op een bepaalde manier. Dus ik vind echt dat je het beste uit studenten kan halen. Want ik was geen domme leerling. Maar je moet echt toch op andere manieren ook het beste uit leerlingen en studenten kunnen halen. Dus dat is wel mijn drive om dat onderwijs gewoon echt veel aantrekkelijker te maken. Ja, dan raak je daar ook weer aan iets wat als een rode draad door alles loopt, die ongelijkheid. Hè? Want die ongelijkheid gaat ook over dat mensen hun volle potentie niet kunnen bereiken in ons huidig onderwijssysteem. En op welke manier kan blended learning of op een andere manier kijken naar het onderwijs en verandering van het systeem daaraan bijdragen, denk jij? Kan het eraan bijdragen om ongelijkheid aan te pakken? Ja, dat denk ik wel. Zeker als je zegt, dan gaat het voornamelijk over het interessevraagstuk. Hè? Ik wil dan ook wel af dat je zegt, we moeten met z'n allen over diezelfde snelweg en met z'n allen komen we uit bij datzelfde
met hetzelfde einddoel. Je ziet daar nu ook wel ontwikkelingen in. Hè. Dat was eigenlijk de reis waar we het net ook over hadden. Dat ik zei, we hebben een korte termijn reis. Dat is de blended learning reis. Maar de lange termijn reis is eigenlijk wat je vanochtend ook wel zag. Hè, met dat challenge-based education, leren in labs. We gaan weer over een definitiekwestie hebben. Het leren in labs, het hybrid learning, het design-based learning. Wat ze op standen doen bijvoorbeeld. Dat is nu wat je heel veel ziet gebeuren. En dat gaat heel veel uit van het formuleren van leeruitkomsten, hè, waardoor er veel meer vrijheid is voor die student. En dat is wel een ontwikkeling die je ziet in het onderwijs, maar we weten dan nog helemaal niet goed hoe we dat dan moeten toetsen, hoe we dan weten of studenten ook daadwerkelijk geleerd hebben wat ze moeten leren. Heb jij dat antwoord daarop? Goede vraag, Karim, alweer. daar hebben we nog heel veel, er zijn nog heel veel onbeantwoorde vragen. En dat is precies wat mijn lectoraat ook gaat doen de komende 4 jaar. En dat zijn vragen op het verbinden van die omgevingen, hè, want dat onderwijs wordt veel meer fluïde, dat wordt veel dynamischer en studenten zullen ook over multilocaties gaan leren. Hoe verbind je dan die omgevingen? Nou, dat is een technologische vraag. Vervolgens worden daardoor vrij veel data ook weer gegenereerd, waarvan ik dan ook antwoord wil weten van ja, geven die data dan ook inzicht in dat leerproces en kunnen we daarmee bijvoorbeeld ook de toetsing op termijn vervangen? Ja, dus eigenlijk een doorontwikkeling van het concept programmatisch toetsen daarin. En dan zit ik meteen in mijn hoofd, wauw, dat vraagt om een drastische verandering. Ik ben juist iemand die ook zegt, nou, ik sta aan die frontlinie. Waar zijn we, denk je, over, ik wil bijna zeggen 5 jaar, misschien moet ik wel zeggen, waar zijn we over 10 jaar? Ja, dat gebeurt ook al best wel veel. Ja? Hoor. Als je kijkt bijvoorbeeld bij Fontys, hè, een paar jaar geleden was die Erik Slaats als keynote, die eigenlijk al zo'n heel open curriculum hebben. Bij de Hogeschool Utrecht gebeurt al heel veel mooi. Hebben ze de open ICT-opleiding, waar mensen gewoon binnen kunnen komen en vanuit hun eigen leerbehoeftes dat track kunnen bepalen. Wat je nu wel ziet, is dat het voor een hele happy few is. En we moeten echt zorgen dat we die studenten vanaf het begin dan opleiden, dat die transitie naar de arbeidsmarkt gewoon ook wat geleidelijker in is. En ik denk ook dat het misschien nu helemaal, dat denk ik helemaal niet te denken, maar is dat wel voor iedereen nu weggelegd? Dat zijn heel veel kinderen die kinderen, zeker van jonge leeftijd, die daar misschien straks eindigen, dat die daar helemaal niet klaar voor zijn. Ik kan me voorstellen dat, afhankelijk van sociaal-economische status, maar ook gewoon opvoeding en welke vaardigheden heb je thuis meegekregen? Ja, nee, dat klopt. En daarom moet je dat curriculum ook zo dusdanig ontwerpen, hè, dat je daarin ook studenten echt meeneemt om zelf regie te leren pakken over een leerproces. Hè, dat klinkt altijd heel mooi open en zelf leeruitkomsten bepalen, maar dan vragen we wel heel wat van studenten. Dus we moeten ze daar ook echt begeleiden om daar te komen. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook het risico, als we zo'n omgeving helemaal volstoppen met allemaal mooie ICT-spulletjes, dat door de digitale geletterdheid van die studenten niet iedereen daarin mee kan komen. Dus daarom ben ik ook altijd echt een pleitbezorger dat we met de digitale geletterdheid ook al echt beginnen op de lagere school. Hè, dat SLO nu en ook eens een keer echt zaak. Digitale geletterdheid, probeer je iets voor mij te duiden? Ja, digitale geletterdheid is informatievaardigheden. Nou, natuurlijk een super actueel thema in de polarisatie met alternatieve fake feiten, precies, zaken. Die allemaal online staan. En dat gaat over computational thinking, echt het goed leren werken ook met een computer. Zodat je ook echt digitale middelen kan inzetten om te kunnen leren. Hè. Mensen denken wel, ja, studenten weten ook computerwerk, want ze zitten allemaal op TikTok. Maar dat is toch echt wat anders dan ICT gebruiken om je leerproces vorm te geven. Hebben we het vanochtend over gehad, hè? Het onderzoek van NPO over geef ze allemaal een laptop en wifi en dan komt het vast en goed. Op magische wijze gebeurt komt het dan van alles. Goed? Ja. Nou, uiteindelijk was het resultaat, heb ik vanochtend niet gedeeld, maar het is misschien wel goed om te delen. Het resultaat was dat heel veel jongeren veel meer gingen gamen en veel meer op porno-websites zaten op hele jonge leeftijd. Maar het is wel de realiteit van jongeren die vaardigheden waar jij het gelukkig, en daar ben ik heel dankbaar dat ik dit gesprek dus nu aan het einde van de dag met je heb, dat echt super belangrijk is en dat je dat vanuit jouw lectoraat met ons deelt. Nou, nu zijn er hier heel veel mensen die hopelijk en gelukkig morgen hier weer zijn, maar daarna misschien gewoon weer naar hun eigen onderwijscontext gaan. Wat is een tip, wat zou je deze mensen nog mee willen geven aangaande blended learning, reis op korte termijn en je reis op lange termijn? Ik zou zeggen, begin klein. Hè? Als je zegt, je hoeft niet meteen met het vliegtuig naar Amerika, maar eerst met de bommel naar Zutphen is ook prima. Dus start gewoon klein. Heel veel docenten hebben nu echt de afgelopen periode heel veel
digitale vaardigheden zelf opgedaan. En ik probeer die nou ook om te zetten naar iets vruchtbaars, waardoor je andere soorten doelstellingen dan het onderwijs puur door laten gaan ook kunt bereiken. En op de lange termijn zou ik zeggen, ze moeten echt met elkaar om de tafel en aan de hand van die kleine stappen met z'n allen verder. Want wat er nu vaak gebeurt is dat ze ook weer met die best practices aan de slag gaan. En een gemiddelde docent die denkt van, oh, maar dit is echt FC Barcelona, terwijl ik bij Telstar op de bank zit. Exact, ik ga dat nooit redden. Ja. Dus begin gewoon met z'n allen op een niveau dat iedereen mee kan komen en maak gezamenlijk die reis om tot de volgende stappen te komen. Heel waardevol. Nieke, ik moet oprecht zeggen, het is volgens mij nu bijna 16:30. Ik zou je de hele avond met je door kunnen praten over... Nou, gelukkig over ben ik bij het diner, dus... Hatsenflats. En dat wilde ik nog zeggen voor de mensen die denken, oh, ik wil hier meer over weten, wat ik me heel goed kan voorstellen. Kunnen ze je nog elders volgen? Ben je een beetje actief op social media? Nee. Eigenlijk. Nee, valt wel mee. Ik heb wel een Twitter-account en ik zit op LinkedIn. Dus iedereen is van harte uitgenodigd om met mij te connecten. Daar deel ik zeker altijd onze laatste onderzoeksresultaten. Mijn kenniskring zit ook netjes op de eerste rij als klapvee. Dus supporting. Volg zeker onze onderzoeksreis, die we natuurlijk nu ook de komende paar jaar met elkaar gaan maken. Juist om die vragen te beantwoorden waar we zelf ook nog niet weten wat eruit komt. En dan niet op online, maar wel om 17:45 tijdens de borrel is Nienke nog aan te spreken. Ze zeggen een hele lange rij voor me. En ik zou zeggen, laat je inspireren en motiveren. Nienke, ik meen oprecht, ik ben echt, echt geïnspireerd en gemotiveerd. Dank je. Thank you very much. Ja. En dan gaan